Hola, Patla en Muntu Jogi zijn bij hun oude guru voor een belangrijke missie. Ze krijgen van hem de opdracht om naar de grote stad te trekken. Er heerst grote onrust in de stad en de mensen zijn het spoor bijster. De yogis hebben de opdracht de mensen te leren mediteren, zodat zij de onrust uit hun lichaam en geest kunnen verdrijven. Volgens de oude wijze guru is het de taak van de yogis om mensen te onderwijzen en ze belangrijke levenslessen mee te geven. Wanneer de oude guru rustig op zijn stoel zit, hoort hij plotseling: "Help! Help!" vanuit het woud. De guru haast zich, zo snel als hij kan, in de richting van het geschreeuw. Eenmaal aangekomen bij het woud, ziet hij de drie yogis vastgeklampt aan een grote eik. Als de yogis hun guru zien, schreeuwen ze vol angst: "Help! Help! Help!" "Wat is er aan de hand?" vraagt de oude guru bezorgd. In koor roepen de yogis: "Help ons toch! De boom houdt ons zo stevig vast, we komen niet meer los. Hij verstikt ons bijna." De wijze guru antwoordt: "Dwazen, het is niet de boom die jullie vasthoudt, maar jullie houden de boom vast. Het is de boom die zou moeten klagen. Haal je handen weg en je bent vrij. Jij kan alleen jezelf bevrijden. Het is immers je geest die jou aan de boom heeft vastgezet. Alleen je geest kan je weer bevrijden. Laat los." Met zijn stok geeft de guru een harde klap op de handen van de yogis. Langzaam raken ze los van de boom. Verbaasd kijken de yogis elkaar aan. De wijze guru vervolgt: "Ik heb jullie toch geleerd om de wereld open en zonder angst of vooroordeel tegemoet te treden. Maar nu blijkt dat jullie vol angst zitten voor wat je in de nieuwe stad gaat tegenkomen. En uit angst voor het nieuwe houden jullie vast aan het oude vertrouwde." Bevrijd met deze woorden lopen de yogis naar de stad.